Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Minecraft video. Althans, zo ziet het er wel een beetje uit, toch jongens, als we heel eerlijk zijn. Mario 64, het is bijna net zo blokkerig als Minecraft. Maar nee, oké, welkom bij een nieuwe Super Mario 64 video. Het is de bedoeling dat wij in totaal 70 sterren gaan verzamelen en dan Bowser's aars gaan schoppen. En daarvoor moeten we nu met deze Koopa. Hoe dan? Hij heeft niks boven zijn ogen. Het is gewoon neus, oog, oog. Ik moet tegen deze Koopa Loompa even gaan racen naar de top van de berg. Let's go. Ik had de race gewoon net niet gestart. Serieus? Ik was gewoon naar boven gaan rennen terwijl Koopa Loompa nog helemaal niet klaar was. Jongen, jongen. Oké, nou daar gaan we jongens, daar gaan we. Langs deze chain chompie, hier langs. Ja, go! Nu gaan we winnen. Nu gaan we sowieso winnen. Dit moet wel. We moeten toch deze Koopa Loompa zonder oogleden kunnen verslaan, jongens. Go! Ah, lekker! Go! Spring! Verder! Sneller! Ja! Oké, dit zijn wel lekkere jumpies. Hiermee ga je best wel snel. Oké, dat was iets te snel. Ik moet zorgen dat ik nu niet meer geraakt word. Anders heb ik een probleem. Laten we wat muntjes pakken. Ja, Koopa Loompa is sowieso nog achter ons, toch? Dus ik kan even rustig aandoen. Muntjes! Nice! Jump! Goed zo! Lekker! Go! Ah! Ja, lekker! Oké, we zijn bijna boven. Ik heb Koopa Loompa nergens gezien, jongens. Ik weet niet waar die is. Maar ik ben er al, vriend. Ik ben er al. Hutsakadeetje! Lekker! Deze ster is voor mij, toch? Hallo? Koopa Loompa? Waar ben je? Moet ik op Koopa Loompa wachten? Ah, kijk, daar komt hij hoor. Koopa Loompaatje. Hallo, ja, ik was er al. Oh man, je was een menselijke schaduw. Je bent zo snel. Oké, alles eerlijk. Je hebt deze verdiend. Dankjewel voor de Sterioni. Dit is Sterioni nummertje 5. Nog maar 65 te gaan om deze game uit te spelen. Wat moeten we nu doen? We moeten onszelf schieten naar het eiland in de lucht. Oké, daar hebben we kanonkies voor nodig, denk ik. Ah, ik hoor hierboven, hoor ik al wat. Kijk, het beeld begint al helemaal te schudden. Ja, volgens mij moeten wij nu naar boven. Want hier staat een of andere Bobby bij. Ja, kijk, deze. Hier. Of niet? Kan iemand mij vertellen wat ik moet doen? Hallo? Oh, je moet eerst weer met deze guy praten. Ja hoor. Ik loop gewoon weer dit leveltje in natuurlijk. We moeten alle vier de kanonnetjes gaan gebruiken. En dan komen we bij het eiland waar we naartoe moeten. Oké, waar gaan we eerst naartoe? Kunnen we onszelf serieus al helemaal daar naartoe schieten? Oh, bijna! Volgens mij is hier ook een kanon. Ja, oké. Die is letterlijk hierboven, dit eiland. Dus als ik mezelf nou gewoon recht omhoog schiet, kom ik er dan op? Ik zie niks! Waar ga ik naartoe? Ja! Oké, lekker. Wat zit hierin? Wat is dit voor blonkie? Wat zit er in dit blonkie, jongens? Hey, is het gewoon een geheime ster? What? Heerlijk, nice. Enige nadeel is dat we nu weer in dat kanon moeten. Maar hey, oké, we hebben een geheime ster gevonden. Of was dit de ster die we moesten pakken? Volgens mij was dit hem gewoon. Ja, want nu moeten we 8 rode muntjes vinden. Dit was de goede ster. Oké, ik hoef nu niet met iemand te praten, toch jongens? Ik kan nu toch gewoon een rode muntje gaan pakken? Toch? Goomba? Pwiem! Let's go, Mario. Pak hem! Ja! Daar zie ik er eentje, op die berg. Als ik daar nou zo opspring. Ja, hoppakee. Nummer 2. Oh, eentje zit hier op die paal, joh. Pak hem, ground pound! Op die paal! Meer! Nog... Ah! Ik wil die change-on vrij laten. Let's go! Lekker! Doei, change-onpie! Ik heb je vrijgelaten! En we krijgen een sterretje, een gratis sterretje van hem. Yo, dankjewel, man. Oké, dit gaat lekker. Het tempo zit er lekker in. Zo hebben we heel snel die 70 sterren, jongens. Oh, trouwens, voor iedereen die al mijn video's kijkt. Ik heb Hedwig in elkaar gezet op twitch.tv/Rickachu. Deze had ik voor mijn verjaardag gekregen. Hij is echt super mooi. Kijk, hij kan ook zo vliegen. Dat is echt super cool gedaan. Oei. Ja. Oh ja, nee, maar ik was Mario aan het spelen. Nu dan wel de 8 rode muntjes. Nummer 1. Dan pakken we nummer 2 hierboven weer. Ja, die hadden we net ook. Nummer 3 zit bij mijn maat, Chain Chomp. Ik ga je nu niet bevrijden hoor, ik pak nu gewoon het rode muntje. Dus even kijken of hier ergens nog een rood muntje zit. Ja, oh hier zitten er gelijk 2. Oh, en hier, is hier ook een ster? Ja, nee, ik ga nu rode muntjes zoeken. Zou hier wat zitten? Wacht even hoor. Hier zit een uppie en hier zit een rood muntje, dat was nummer 6. Ga weg. Freaking bobbies willen me de hele tijd laten ontploffen. Wat is dit trouwens? Ik kan hier op ground pounden. Dan gaat deze open. Oh, dit is gewoon een shortcut, denk ik.
Ik moet nog 2 rode muntjes. Eentje weet ik sowieso wel te vinden. Die zit namelijk daar. En die moet je volgens mij pakken door van deze heuvel af te glijden. Volgens mij kan ik daar niet op deze manier vanaf hierbij. Of misschien wel. Misschien wel. Misschien wel. Misschien wel. Via de muur. Via de muur. Wacht, als ik nou 2 keer achter elkaar dit kan doen. Maar dat kan niet, hè? Oké, laat maar, laat maar. Oké, kooi. Een beetje links. Ga terug. Nee. Ga terug. Ga terug, Mario. Ja, lekker. Gewoon elke keer een stukje naar... Lekker. Super nice. Zat die laatste rode munt trouwens op dat eiland toevallig? Eens even kijken hoor. Zat die... Ja, die zit hier in de boom. Lekker. Yay. Nice. Oké dan, dat is de laatste. Laten we onszelf die kant op schieten. Lekker man, die kanonnetjes. En... ja, hier is die ster. Ah, dat is deze. Die van de rode muntjes, die zat dus hier zo. Oeh, we hebben 8 sterren, dus we kunnen naar een nieuw level. Waar kennen we dan naartoe? Is het misschien buiten? Oh, wacht even. Hier hebben we 3 sterren voor nodig? Hier ben ik ook nog niet geweest. Oh nee, het is onderwaterschipwereld. Ah! Plunder het gezonken schippie. Dit is echt een beetje Aladdin muziek, joh. Wat krijg ik als ik hier dit openmaak dan? Oh, muntjes. Plunder het gezonken schimpie. Oké, moeten we hier naar beneden? Waar is het gezonken schip dan? Oké, we gaan weer naar boven, Mario. Ja, of we gaan helemaal naar beneden. Dat kan natuurlijk ook. Misschien is het gezonken schip wel hier ergens beneden, man. Oh, kijk, hier is die. Wat is dit dan? Waar komen we uit dan? Wat is hier? Hallo? Iemand hier? Hallo? Goomba Loomba. Ah! Hallo? Ah! Ja, daar, kissies. Wat zit erin? Wat zit erin? Oké, misschien moeten we deze in de juiste volgorde openmaken. Niemand zet ooit gewoon 4 kistjes neer, zodat je ze alle 4 kan pakken. Maar ja, we moeten ze in de goede volgorde openen. Maar wat is de goede volgorde? Dat wordt ons niet verteld. Is er dan ergens hier een hint in deze grot of zo? Ja, hallo. Maar hoe moet ik dat dan weten? Er is geen hint hier. Oké, dit is niet de goede. Dit is niet de eerste. Dit is ook niet de eerste. Dit is de eerste. De achterste is de eerste. Dan is dit niet de tweede. Is dit dan de tweede? Nee, de linker is de tweede. Nummer 1. Nummer 2. Waarschijnlijk is de voorste dan de laatste, denk ik. Nummer 3, denk ik. Ja, en nummer 4. Hatsenflatsie. Ik verdien hier wel een sterretje mee, toch? Ja, toch? Ja, toch? Sterretje nummer 9. Hoppakee, we hebben al bijna 10 sterren, joh. Is dat een ding? Zullen we gewoon in elke aflevering 10 sterren gaan halen? Dan hebben we er alleen in deze 7. Want in de vorige aflevering hadden we er ook al 6. Laten we dat doen. Nog 1 sterretje. Plunder het gezonken schippie. Oh, blijkbaar had ik nog niet de goeie. Oh, kijk, daarachter is ook een ster. Ja, als de camera even mee wil werken. Daar! Een beetje in het midden van het beeld nu. Een beetje links nu. Wacht even, maar waar gaan we naartoe? We gaan even hier naartoe. Dan wil ik nu hier naar boven. Volgens mij, ik kan hier vanaf hier niet opspringen, hoor. Dat gaat niet. En er zit ook geen fatsoenlijke walljump in de game, volgens mij. Oh, ik kom erop. Ja, nice. Ik ben er op een of andere manier opgekomen. Nu, knopje indrukken. Ik ga gewoon de route lopen proberen, denk ik. Ja, en dan? Dan kom ik hier uit en dan? Hier is niks. Hier is helemaal niks! Wacht, we gaan naar die ster daar. We gaan hier inklimmen, jongens. Als het kan tenminste. Kan Mario hier inklimmen? Hij kan hier niet inklimmen. Wat moet ik doen in een stomme waterlevel? Waterlevels zijn bijna nooit leuk, jongens. Oké, hier was het schip. Maar, dude, jij moet er even uitkomen. Kom eens even eruit. Wat zit je daar nou te doen, joh? Wat ben je hier nou aan het doen? Wil je dat ik deze muntjes pak of zo? Kom je er dan een keer uit? Moet ik onder jouw boot doorzwemmen? Moet ik dit muntje pakken? Wat wil je dat ik doe? Ik kan ook niet via de onderkant in het schip, volgens mij. Camera! Kom nou eens naar buiten, joh! Ah, ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Geef me muntjes. Huh? Hé, hij is weg! Hij is weg! We kunnen naar binnen! Waar is hij nou opeens naartoe? Oké, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Oh, weer zo'n puzzel? Ik mag toch hopen dat ik nu wel een hint krijg. Waarschijnlijk is die verste is de laatste die we mogen pakken. Ik zie weer geen hint, dus ik ga het gewoon proberen. Auw. Oké. Is dit dan de eerste? Auw, ook niet. Even ademhalen. Ben jij het eerste kissie?
ook niet. Dus dan is dit toch de eerste kissie. Jongen, Mario, kom nou op, jongen. Echt. Oh. Waarom verzinnen ze dit soort levels, jongens? Waarom verzinnen ze dit soort levels? Anyway, welke nu? Deze? Oké, poging 387. Deze? Ik kies elke keer precies de verkeerde. Langer dan dit kan je er niet over doen, jongens. Dat scheelt. Eerst deze dus blijkbaar. Dan de volgende wordt deze. Als ik nu hierna weer de fouten kies, dan heb ik officieel het langste ooit gedaan over deze kistjes. We gaan voor deze. Is dit de goeie? Ja, dit is de goeie. Nou, kijk eens. Oh man, ja hoor. Ja hoor. En nu? Wat gebeurt er? Oh, wat? Er stroomt allemaal lucht in het schip. Gaat het schip weer naar boven of zo? Oh, oké. Moet ik nu... Nu moet ik zeker dat ding gaan pakken daar. Ja. Ja, fijn dit. Ja, lekker Mario. Oh, jongens. Ze moeten onderwaterlevel zich afschaffen. Helemaal als de camera al niet het allerbeste is in een spel. Jongens, ik heb dit over 7 uur denk ik wel gehaald. Je mag ook net niet het randje raken, want dan begin je het dus te glijden. Oké, Mario, kom op, spring hierop. Nee. Hey! Dude, gast. Hierop springen. Rustig aan. Goed zo. Waar gaan we nu naartoe? Gaan we nu naar deze? Oké. Kan je hier op die balk staan? Waarom gaat die camera... Ik doe niks, hè? Ik doe niks. Kijk wat die camera aan het doen is. Die denkt gewoon... Oh, joh, ik ga gewoon zelf even chillen. Man. Kan ik nu in één keer hierop springen? Ja, kijk, lekker. Aan het randje hangen. En nu hopelijk hierop. Ja? Hé, hey, iemand koopt merch. Dankjewel. Bedankt voor het kopen van de merch. En dan hoop ik dat hier toch echt wel een sterretje in zit. Ja, gelukkig zit hier een sterretje in. Sterretje nummer 10. Nog 60 te gaan. En dat is precies mooi, want volgende week komt nieuw Pokémon Snap uit. Dus dan zijn we precies op tijd klaar. Jongens, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien game, volg me op Twitch. En wil je ook merch? Check de link in de beschrijving. Bedankt voor het kijken en mazzel!